Goedemiddag, dames en heren. Heel fijn dat u vanmiddag kunt aansluiten bij ons tweede patiëntseminar in het kader van urologische tumoren. We hebben vandaag een interessant programma voor u dat de nieuwste ontwikkelingen kenschetst. En het is mogelijk voor u om daar vragen over te stellen via de chat. Die pikken we op en die vragen we dan aan het panel, wat ik eventjes aan u voorstel hier achter de tafel. U ziet hier dichtbij mij zitten dokter Paul Verhagen. Hij is uroloog in het Erasmus MC en hij is expert vanuit de afdeling urologie op het gebied van de behandeling van nierkanker. Dan zien wij Astrid Van der Veld. Astrid van der Veld is de internist-oncoloog uit de afdeling medische oncologie. En ook zij is expert op het gebied van de nierkankerbehandeling. Een andere expert, maar dan uit ervaring, is Thijs Henket. Hij is patiënt en hij gaat u zo direct naar mij een verhaal doen over wat hij allemaal heeft meegemaakt in het traject van zijn behandeling. En dan helemaal aan het eind van de tafel zien we Marit Iska. Zij is uroloog, ook gespecialiseerd voor niertumoren. En dan vanuit het Maastad ziekenhuis, waarin in de regio tussen alle ziekenhuizen uiteraard innig wordt samengewerkt en overlegd voor de beste en meest moderne behandeling van de tumoren van de nier. Dus hierbij geef ik heel graag het woord aan Thijs. En Thijs, kom achter de microfoon. We zijn erg benieuwd naar jouw ervaringen en hoe de mensen thuis achter het scherm en de microfoon het ervaren. Hartelijk dank. Ik ben Thijs Henket. Ik ben 49 jaar. Ik heb 4 kinderen. Ik woon in Oosterhout, vlakbij Breda. En ik heb inderdaad eind 2018 is bij mij nierkanker geconstateerd. En dat gebeurde eigenlijk doordat ik ging plassen en plaste daarbij bloed. Dus dat was niet goed. Gelijk naar de huisarts. En dezelfde dag nog kreeg ik zeg maar last van pijn in mijn zijkant. En dat was dus een nierbekontsteking. En de huisarts die vond het een goed plan om mij gelijk naar het ziekenhuis door te verwijzen. En daar kon ik heel snel terecht, gelukkig. Maar een week later had ik een heel slecht bericht. Ja, ik zat eigenlijk een beetje te denken aan nierstenen of zo. Of ik had nooit ergens eigenlijk last van gehad. Maar er was bij mij aan mijn rechternier een grote tumor ontdekt. En dan valt even de aarde onder je weg, zeg maar. En, dus dan zit je echt even helemaal in zak en as. Maar goed, je moet toch verder. Je hebt je werk. Je moet je echt even gewoon bij jezelf, bij je schouders omhoog trekken. Wat echt niet meevalt. Dus uiteindelijk kom je dan in een vervolgonderzoek. En er komt dan een bepaald cel uit. En er komen allemaal doktoren naar je kijken. En ook een beetje, de een zegt dit, de ander zegt dat. En daar moet je dan een beetje toch je mening over gaan vormen. En ik denk dat in het algemeen mijn mening was van ik lever mij gewoon over aan de wetenschapper. Ze moeten maar doen wat ze denken dat goed is. Begon ik aan de immunokuur. En dat was een kuur. Van de eerste 3 maanden om de 3 weken kreeg ik een kuur. En daarbij was het eigenlijk als doel gesteld dat je dat mijn nier dan zou afslanken. En als die dan genoeg was afgeslankt, dan zou ik geopereerd gaan worden. Dus na de eerste 3 maanden was er eigenlijk een stabilisatie zichtbaar. En dus een vervolg ingezet. Het was nog niet voldoende om die tumor te gaan opereren. Er werd dan nog 3 maanden aan vastgeplakt. En
was het eigenlijk nog steeds niet voldoende. Was er eigenlijk geen groei meer gezien, maar ook geen afname. Dus ja, wat doe je dan? Ik werd op dat moment behandeld in een regionaal ziekenhuis in Breda. En de behandelend arts die gaf me eigenlijk advies van... we kunnen eigenlijk niet gaan opereren. Dat wordt afgeraden. Dat is eigenlijk, zagen ze dat als een operatie die niet succesvol zou zijn. En ik zat er natuurlijk wel mee, want het beoogde traject dat zag er anders uit. En ik zag het ook niet echt zitten dat die tumor de hele tijd in mijn lichaam zou blijven. Dus toen heb ik het stokje toch teruggegeven aan de behandelend arts en gevraagd van, nou, kunnen u dat toch nog eens even gaan bekijken? En toen werd dat een second opinion bij het Erasmus in Rotterdam. En werden alle gegevens verder naar Rotterdam digitaal doorgestuurd. Daar hoefde ik helemaal zelf niks aan te doen. En hier werd mijn dossier bekeken. En na een consult werd er toch gezegd van, nou goed, deze tumor die is wel operabel. Het is wel een grote ingreep. Maar het is te opereren. Dus er werd mij de keuze gesteld van, nou, wil je dat doen? Er zitten wel wat haken en ogen. Dus ik heb inderdaad een flinke snee, zeg maar, over mijn buik inmiddels. Dat heeft die operatie heeft vorig jaar in juli heeft die plaatsgevonden. En dat is dan toch gewoon ook een beetje, zeg maar, een gevoel wat je dan krijgt als je patiënt van, ik heb daar wel een bepaald goed gevoel over. En ik heb dat dus gedaan, die operatie. En die operaties achteraf is die goed verlopen. Ik ben daarvan toch vrij snel hersteld. Binnen 3 weken kon ik toch wel gewoon weer, was ik aardig weer mobiel. En dus ik denk dat het belangrijk is om toch gebruik te maken als patiënt van een second opinion. Omdat je hebt dat recht gewoon. Dat wordt wellicht onvoldoende belicht. Maar ik denk dat dat toch gewoon een heel belangrijk iets is wat je ten alle tijde gewoon gebruik van kan maken. Ik denk dat iedereen ook wel binnen zijn werk een ervaring heeft dat, zeg maar, de ene persoon, de ene specialist denkt er op zo'n manier over en de andere specialist weer op een andere manier. En ik denk dat in een omgeving als zijn een ziekenhuis ook gewoon hetzelfde is. En is het ook belangrijk dat je gewoon die informatie zeg maar wat breder neer kunt zetten. Ja, dus iedere situatie is natuurlijk gewoon weer anders, maar dat heb je in ieder geval gewoon in de hand. Dus ik zou dan ook iedereen willen adviseren om daar gewoon gebruik van te maken. En ik denk dat gewoon een... mijn verhaal is natuurlijk mijn specifieke verhaal. Maar het gebruik maken van een second opinion is toch gewoon iets wat generiek is en waar iedereen, zeg maar, een beroep op kan doen. Ja, ik weet niet. Wat ik nog eigenlijk vergeten ben, is dat je, zeg maar, in het begin zei ik van, ik heb mij nergens ingelezen. Ik ben niet het internet opgegaan. Ik heb niet, zeg maar, zelf ook een beetje doktertje proberen te spelen. Ik had ook echt zoiets van, oké, jongens, ik geef mij gewoon helemaal over aan jullie. En jullie moeten het gewoon maar doen wat jullie denken dat het beste is. Maar gaandeweg kreeg ik toch gewoon steeds meer ook het gevoel van, ja, ik kreeg toch ook het idee dat mensen gewoon ook een bepaalde beslissing namen. En dat daar ook wel gewoon, dat het niet echt alleen maar keihard is van het is zus of het is zo. Er zijn ook vaak gewoon discussies of een beetje grijze gebieden. En daar moet je dan, juist als je dat idee krijgt, denk dat het dan handig is om toch gewoon ook iemand anders te laten kijken.
Paul, je had een vraag. Misschien ter verduidelijking ook van de situatie die bij jou ontstond. Ja, zeker. Dus het is niet zo expliciet benoemd, maar het vermoeden was dat er sprake was van een uitgezaaide ziekte. Ja, dat klopt ook, ja. En in dat kader werd er gedacht, de behandeling met medicijnen is belangrijk en de operatie, dat weten we niet. Maar uiteindelijk, toen als achter de rug was, toen kwam er toch nog een verrassing uit de bus. Mm-hmm. Want de nier was verwijderd en de lymfeklieren die ook vergroot waren. Maar toen dat definitieve PA-rapport er was, toen bleek dat die uitzaaiingen die we dachten dat er zouden zijn, dat die niet waren. Ja, klopt. Dus nu heb je ook geen behandeling meer. Hè? Dus nu... Nee, ik ben nu uit behandeling. Ik zit nu alleen nog in mijn controles. Zeg maar. Controles, ja, precies. Dus dat is toch een wending van wat er nu aan de hand was bij jou. Ja. Je baseert je adviezen op grond van wat je denkt dat er aan de hand is. Ja. Dat is op beelden en op biopsie en op allerlei informatie gebaseerd. Maar er zitten ook onzekere kanten aan. Ja. En dat is in jouw geval bleek dat ook zo te zijn. Ja, dat klopt. Ja, dat had ik inderdaad niet aangehaald. Dat zeg maar, verdachte plekken zeg maar rondom mijn nieren. En dan zie je ook dat mensen toch gewoon een bepaalde kant in gaan denken. Maar uiteindelijk het harde bewijs is daar gewoon ook niet voor geleverd. Dus zodoende dat ook handig is om dat dan ook gewoon nog verder uit te zoeken. En meer mensen daar nog naar te laten kijken. Ja, nou, het is precies ook de reden waarom we deze webinar hebben georganiseerd, omdat er grijze gebieden zijn waarbij ook de deskundigen niet met zekerheid weten wat nou het beste is. Hè, want het veld is ook in beweging. Daar komen we nog over te spreken, ook over die onzekerheden die er bij specialisten bestaan. Dus het kan zijn dat er ook patiënten zijn, luisteraars die misschien vragen hebben voor jou. Maar dat kunnen we dan in de loop van dit uur, wordt dat duidelijk, want dat wordt door professor Bangma allemaal bijgehouden. En als je het goed vindt, dan stel ik voor dat we nu verder gaan met het programma en de aspecten vanuit het urologische en oncologische perspectief toelichten. En dat we dan daarna discussie voeren op grond van de vragen die binnenkomen. Jazeker. Heel goed, gaan we dat doen, Paul. Dat lijkt me prima, want er zijn vast nog vragen voor jou, Thijs. En die zullen we zeker nog eventjes stellen. Maar daar hebben we zo direct ook weer alle tijd voor. Dus laten we gaan naar de volgende spreker. Dat is dokter Paul Verhagen uit het Erasmus MC. En hij gaat in op inderdaad precies die... dat samenspel tussen medicatie en operatie. Paul. Oké, het gaat dus over de nieuwe ontwikkelingen die er zijn en die dus ook ervoor zorgen dat soms de specialisten niet met zekerheid weten wat het beste is in een bepaalde situatie. Het onderwerp van deze presentatie is combineren van lokale behandeling, dus een operatieve behandeling, en behandeling met medicijnen. Is dat slim en moet je dat doen? En wanneer moet je dat dan doen? De reden dat daar onduidelijkheid over is, is dat we van oudsher eigenlijk denken, als een tumor niet gemetastaseerd is, alleen in de nier zit, dan haal je het operatief weg en dan ben je hopelijk klaar. En als er uitzaaiingen zijn, dan geef je behandeling met medicijnen. Systemische therapie wordt het wel genoemd met een verzamelwoord. En dan moet je het daarvan hebben. Maar soms zijn er overgangsgebieden waarbij het dan onduidelijk is of er wel uitzaaiingen zijn. Dan is er een vermoeden, maar geen bewijs. En wat moet je dan doen? Dat geeft natuurlijk discussie. En soms kun je ook geen zekerheid krijgen. En moet je op een gegeven moment met waarschijnlijkheden een besluit nemen. En ik zie het als onze taak om zo goed mogelijk uit te leggen aan een patiënt die het betreft. Wat dan de risico's zijn en wat er mogelijk is. En het kan niet anders dan in overleg met een patiënt om dan tot een besluit te komen wat dan ook de beste behandeling is. Ik kijk nu of ik verder met mijn dia. Dat was beloofd, als ik op dit topje zou duwen, dat dan de volgende in beeld zou komen. Wacht, dat klopt inderdaad.
Het kwam heel snel voorbij, omdat ik te snel duwde, dat er geen disclosures zijn van mijn kant. Dus combineren van lokale behandeling en medicijnen. Dat kan op twee manieren. Je kunt eerst medicijnen geven en daarna opereren. Of je kunt omdraaien, eerst operatie doen en dan medicijnen geven. Dat zijn de mogelijkheden in vogelvlucht. Maar waarom is er onduidelijkheid? Het is geen standaard behandeling. Zoals ik net heb aangegeven, zit het alleen in de nier, dan haal je dat weg. Zit het buiten de nier, dan geef je medicijnen. Maar soms wil je er toch van afwijken. Of heb je een bepaald plan getrokken en kom je daarna in een andere situatie, waardoor er alsnog een combinatie van behandelingen ontstaat. En we zien in de praktijk dat het af en toe heel goed uitpakt. Alleen is het nu geen standaard. Dus de aanvullende operatieve behandeling na medicijngebruik, na behandeling van een uitgezaaide nierkanker, dat wordt met een moeilijk woord cytoreductie. Dus het weghalen van de primaire tumor als er al uitzaaiingen zijn. En de urologen zijn meestal terughoudend om dat uit te voeren. En ik leg u dadelijk uit hoe dat komt. Andersom, als je aanvullend systemische behandeling geeft na een operatie, dat heet dan adjuvante behandeling. Dat is in Nederland niet mogelijk, want de medicijnen die we dan zouden willen geven zijn niet geregistreerd voor die toepassing. Maar we weten dat dat bij andere tumortypen wel zo is en dat het daar ook soms gunstige effecten kan hebben. Dus binnen het veld verwachten we eigenlijk, de deskundigen verwachten, dat dat voor niertumoren gaat veranderen. Maar dat is nog niet veranderd. Dus we doen het nu niet, maar het kan zijn dat dat in de toekomst gaat veranderen en dat we dat dan wel standaard gaan doen. Dus waarom zijn urologen nu terughoudend met het doen van een operatie aan de nier als er uitzaaiingen zijn? Want bij veel patiënten die denken van nou, die tumor zit in de nier, die kan maar beter weg zijn. Daar heb ik niet veel goeds van te verwachten. Dus als het technisch kan, waarom haal je hem dan niet weg? En een belangrijke reden waarom urologen dat meestal niet willen doen, is dat er een studie is, een grote studie die in Frankrijk is gestart en gecoördineerd. En die laat zien dat als je vergelijkt mensen met een gemetastaseerde nierziekte, niertumor, als je die randomiseert, dus door toeval laat bepalen dat je de helft behandelt met alleen medicijnen en de andere helft met een operatie en medicijnen, dan laat die studie zien dat het resultaat uiteindelijk niet beter is in de groep van gecombineerde behandeling. Nou is het wel belangrijk om daar een paar belangrijke punten mee in gedachten te nemen als we naar die resultaten kijken. Dus bij deze studie was het zo dat patiënten met gunstige kenmerken, dus het waren allemaal mensen met uitgezaaide nierkanker, maar je kunt dat indelen in groepen met gunstige kenmerken of intermediate, het tussenliggend of ongunstige kenmerken. En in deze studie kwamen de patiënten met gunstige kenmerken, die zaten er vrijwel niet in. Dus voor die groep doet de studie eigenlijk geen uitspraak. In deze studie was de behandeling die patiënten kregen met medicijnen, die behandeling bestond uit het middel sunitinib of Sutent. En dat is een goed middel, wat nog steeds wordt gebruikt voor nierkanker. Maar er zijn andere ontwikkelingen, en er zijn andere vormen van therapie waar we dadelijk nog over te spreken komen. En het is onzeker of deze resultaten ook van toepassing zijn in combinatie met bijvoorbeeld immunotherapie. Dat is het tweede punt. En dan het derde punt, waardoor wat in gedachten moet worden genomen bij de interpretatie van deze studie, is dat ook in de Carmina-studie sommige patiënten behandeld werden met systemische therapie, dus met Sutent. En die lieten dan een goede reactie zien. En sommige daarvan werden alsnog geopereerd. Omdat de behandelaars dachten van nou, we zien dat de uitzaaiingen kleiner worden. De niertumor zelf, die zit er nog steeds, maar die reageert eigenlijk niet zo goed. Weet je wat, we halen de nier weg. Dus dat gebeurde ook in deze studie wel. Alleen heeft dat maar beperkte invloed op dat uiteindelijke resultaat bij deze studie, waarvan wordt gezegd, het vooraf doen van een operatie aan de nier
bij mensen die nog met Sutent worden behandeld, in de grote groep is dat geen goed idee. He, dus die conclusie van die studie die staat, dat is zo. Maar dat betekent, er zijn soms uitzonderingen en daar moet je dan wel oog voor hebben. He, dus er is een kort antwoord en een genuanceerd antwoord en dat is precies het grijze gebied waar we het vandaag over hebben. Nu heb ik een paar plaatjes om nog wat te laten zien over de anatomie van de nier en van een niertumor, omdat ik ervan uitga dat het bij de meeste niet gesneden koek is. Dus de nieren, daar heb je er twee van en die zitten achter de ribben, dus best wel hoog, achter de buikholte. En ze zijn verbonden met een buis, met de blaas en die buis heet urineleider of ureter. Hier zien we een foto van een preparaat van de nier waar een niertumor in zit. En je ziet dat die tumor die heeft het normale nierweefsel opzij geduwd en puilt helemaal buiten de contour van de normale nier uit. Als je de nier van voren bekijkt, dan ziet hij eruit zoals jullie links hier op het plaatje zien. En als je hem van boven bekijkt, of een dwarse doorsnede, dan ziet hij eruit zoals je hem rechts op het plaatje ziet. Het is de vorm van een boon, maar dan wel een grote boon, want de lengte as is ongeveer 12, 13 centimeter lang. Nu wil ik de sprong maken naar een CT-scan en daarom heb ik ook nog even een paar plaatjes om dat te verduidelijken wat je dan ziet op een CT-scan. De CT-scan geeft een dwarsdoorsnede door het lichaam. Die zien we hier. En dan moet je ervan uitgaan, als je naar zo'n CT-plaatje kijkt, dat de voeten aan deze kant zitten. Dat je van onder tegen de doorsnede aankijkt. Het hoofd zit aan de andere kant. Rechts is dan hier aangegeven in het beeld en links ook. En dan zien we dat die nieren nu met een donkere streep zijn omcirkeld. Rechts bij achter de lever en links aan de andere kant van de wervelkolom. Dus hier te zien als ovalen. Zo zien we de nieren op een CT-scan in de dwarse richting. Nu vertel ik u een verhaal van een andere patiënt. Niet van Thijs Sanket, die net zijn eigen verhaal heeft gedaan. Die een verder onopvallende voorgeschiedenis had. Waarbij op een gegeven moment een tumor werd vastgesteld in zijn linkernier. En dat college over de doorsneders heb ik gegeven, zodat jullie nu goed kunnen zien wat er aan de hand is. Dus hier kijken we van voren tegen de CT-scan aan en dan zien we in de linkernier een afwijking die zich helemaal uitbreidt. Even kijken of ik dat kan laten zien met de... Dat dan niet. Kijkers aan de rechterkant, het is de linkerkant van de patiënt. En aansluitend aan die structuur zien we een soort buisvormige bobbel die naar rechts wijst. En dat is uitbreiding van de tumor in de ader van de nier. En dat maakt een operatie lastiger. En dan kom ik nu op het dwarse doorsnede. Ik weet niet of ik even moet wachten of dat ik nog een keer moet duwen. Ik duw nog een keer. Ja, hier zien we de dwarse doorsnede. En dan zien we hier de rechternier, die achter de lever, die een normale aspect heeft. En aan de andere kant is er amper iets te ontdekken wat nog op een normale nier lijkt. En dan zien we dat die uitbreiding in de onderste holle ader helemaal rondom de lichaamsslagader zich uitbreidt. En dat er ook verdenking is op vergrote lymfeklieren in dat gebied. En dat is toen beoordeeld door de uroloog als niet radicaal te verwijderen. En daarom is er toen voor gekozen om dat ook niet te doen. En wat bij deze meneer gebeurde, is dat hij behandeling kreeg met immunotherapie. Ik moet even geduld hebben, denk ik. Of nog een keer duwen. Ik weet niet of...
Dit is de volgende dia. Dus er is een biopt genomen wat bewees dat het om een helderselig nierstelcarcinoom ging. En hij is toen behandeld met de combinatie immunotherapie. Dus ik weet niet of jullie mij kunnen helpen. Deze CT-scan laat het resultaat zien na een paar maanden behandeling. En we zien dat de tumor veel kleiner is geworden. En ook de uitbreiding rondom de aorta is afgenomen. En toen is die patiënt alsnog geopereerd. Volgende dia graag. En wat ons ook verraste was dat toen de patoloog, die het microscopisch onderzoek heeft gedaan van de nier, geen resttumor meer aantrof in de grote weefselbonk die verwijderd werd bij de operatie. Dus hier had de behandeling met medicijnen hadden de tumor volledig weggevaagd. En nu inmiddels is het 2 jaar later en is die man alleen in controle, krijgt verder geen behandeling meer en gaat het goed met hem. Dus dit is een uitzonderlijk beloop, niet standaard, maar deze voorbeelden zien we in de praktijk. En dat geeft aan dat het grijze gebied soms toch een dramatisch effect kan hebben op individuen die soms heel veel profijt hebben van een behandeling die we vooralsnog niet als standaard kunnen benoemen. Goed, dan kom ik tot de conclusie. Dus het combineren van een lokale behandeling, een operatieve behandeling en medicijnen, dat is niet standaard, maar er zijn voorbeelden die laten zien dat het soms heel goed uitpakt. Het is niet verwonderlijk dat deskundigen verschillende meningen hebben hierover, omdat we niet in boeken kunnen opzoeken hoe we het moeten doen. Dit is nieuw. Dit komt omdat de wetenschap zich ontwikkelt. En daarom is het ook niet raar dat deskundigen soms van mening verschillen. Om dan toch tot een goed advies te komen is het multidisciplinair overleg heel belangrijk. Multidisciplinair betekent verschillende specialisten met verschillende achtergronden praten met elkaar. De uroloog heeft verstand van de operaties, de internist-oncoloog heeft verstand van de medicijnen, de radiotherapeut heeft verstand van bestraling, de radioloog heeft verstand van de CT-scans. En zo zitten al deze deskundigen bij elkaar om voor een individueel geval het beste advies op tafel te krijgen. En ook om daar een soort structuur in aan te brengen. Zodat het eigenlijk niet zo is wat je zou niet willen. Dat in het ene ziekenhuis advies A wordt gegeven. In het andere ziekenhuis advies B. En we ontkomen er niet aan om dat MDO goed te organiseren. En te zorgen dat de ontwikkelingen in de tijd, dat die zich in de verschillende ziekenhuizen ongeveer gelijktijdig voltrekken. Hoe hebben we dat dan in Rotterdam geregeld? De volgende dia graag. Dus hier zijn 4 ziekenhuizen die samenwerken op het gebied van nierkankerzorg. Er is een wekelijks MDO van deze 4 ziekenhuizen samen. En daardoor is dat advies wat in deze verschillende ziekenhuizen, dus ze zijn genoemd, IJsland ziekenhuis, het Maastad ziekenhuis, waar Marit Iska werkt, hier ook aanwezig, het Franciscus Gasthuis in Vlietland en het Erasmus MC. Dus als je in deze ziekenhuizen behandelt, is wat je krijgt dat het een gedragen advies is voor de regio. Volgende dia. Ja. En een vergelijkbaar overleg is gestart in de Embrace-regio. Ook een netwerk van samenwerkende ziekenhuizen op het gebied van kankerbehandeling. De ziekenhuizen, de aangesloten ziekenhuizen zijn hier aangegeven met die rode stippen. En daar gaat ook een wekelijks MDO van start om te zorgen dat die adviezen ten aanzien van nierkankerbehandelingen, dat die gestroomlijnd zijn. Volgens het meest recente inzicht. Dat was mijn laatste dia. Ik weet niet of er op dit moment misschien vragen zijn. Dus we hebben een paar vragen binnengekregen vanuit de chat. Hartelijk dank daarvoor. De eerste vraag, Paul. Jij bent uroloog, jij bent de chirurg. Je haalt die tumoren eruit. Vorige keer, bij ons vorige webinar, heb je laten zien, als het om hele kleine dingetjes gaat, dan kun je een deel van de nier eruit halen met de tumor erin.
En de plaatjes die je nu liet zien, dat waren eigenlijk hele grote tumoren. En de vraag is, wat gebeurt er nou als je het er toch niet helemaal uitkrijgt? Met andere woorden, als de snijvlakken, als daar toch nog tumor in zit. Wat doe je dan? Meestal is nog steeds wel de regel dat je het eigenlijk alleen gaat opereren als je inschat dat je het radicaal uitkrijgt. En radicaal betekent met een negatief snijvlak. Negatief in dit geval betekent voor de patiënt positief. Dus dat je al het tumor, al het afwijkende weefsel kunt verwijderen. En het liefst ook in één keer. En dus dat je in één blok de nier en de lymfeklieren verwijdert. En dat dan de patoloog met zijn microscoop kijkt aan de snijranden en zegt, hier aan de randen zelf zie ik geen tumorcellen. De tumorcellen zitten helemaal binnenin. Dat is eigenlijk de bedoeling van je operatie. Maar soms krijg je achteraf de boodschap van dat is niet gelukt. Dan dacht je met het blote oog van ik heb het goed gedaan. Maar de patoloog met zijn microscoop kan meer zien dan wat jij met je blote oog kan zien. En meestal komt het erop neer dat je daarna afwacht. Dat je controleert wat er gebeurt. Uiteraard bij zo'n grote afwijking is er een kans dat de tumor dan terugkomt op de plek waar die zat. Soms kan daar dan aanvullende behandeling voor worden gegeven, bijvoorbeeld bestraling. En soms kan de internist-oncoloog een behandeling geven, een aanpassing doen aan de medicijnen die daarvoor kunnen worden gebruikt. Waardoor je op die manier toch hoopt dat je dat probleem dan oplost. Maar als je het er niet helemaal uitkrijgt, dan ben ik bang bij zo'n grote afwijking dat het dan toch betrekkelijk snel terugkomt op de plek waar het zat. En dat als dat gebeurt, dan is de winst van zo'n exercitie, van de operatie met alle toeters en bellen en alles erop en eraan, die winst is dan heel beperkt geweest of misschien wel afwezig. Dus als ik het goed begrijp, dan kan het advies voor iemand waarbij de tumor niet helemaal verwijderd is, op basis van het overleg van die multidisciplinaire teams, kan voor de ene patiënt toch nog anders uitvallen dan voor de andere. De een kan misschien toch een bestraling krijgen. Het is allemaal maatwerk. Zeker. Dus het is bijvoorbeeld soms zo dat er een patiënt is met een uitgezaaide ziekte en dat je ziet dat de uitzaaiingen goed reageren op de systemische therapie, maar de tumor zelf niet. En dan is natuurlijk een logische vraag van de internist-oncoloog, kun je die niertumor eruit halen? Want dan heb je alleen de uitzaaiingen over. Dus dan is de inschatting van de uroloog heel belangrijk. Krijg ik het er veilig en helemaal uit? En als dat lijkt te kunnen, dan zou je dat doen. Maar het heeft geen zin als de uroloog denkt van nou, dat zal niet lukken. En je kunt wel 95% weghalen, maar 5% krijg je er gewoon technisch niet uit. Dan heeft het ook geen zin om dat te doen. Dus met de bril van de chirurg, van de uroloog, kijken van kan het veilig en kan het radicaal. Ik wou nog even een vraag stellen, want jij overlegt vaak ook dus met Paul en met dat hele team. Maar zijn er ook patiënten waar je zegt, nou, dat is het overleg eigenlijk helemaal niet nodig. Wordt die dan gepasseerd of gaan alle patiënten in zo'n overleg? Nou, wat ons betreft is het belangrijk dat eigenlijk alle patiënten waarvan we het vermoeden hebben dat ze nierkanker hebben, dat die de revue passeren. En dat is van belang om verschillende redenen. Soms kun je zelf nog een keertje met collega's overleggen met de bril van de radioloog die nog een keertje die CT-beelden beoordeelt. Ook met je collega's uit de andere ziekenhuizen die soms toch een andere visie ergens op hebben, naar een bepaalde casus kijken. Dus het is altijd waardevol om, hoe simpel of recht toe recht aan een verhaal ook lijkt, om het altijd te bespreken. En we zien ook dat een gedeelte van de gevallen die we bespreken na zo'n overleg een andere conclusie krijgt. Dus je ziet ook dat het waardevol is en dat soms het beleid verandert. En sinds september 2018 zijn we dus die samenwerking tussen de genoemde ziekenhuizen gestart. En je ziet dat hoe waardevol dat is, doordat we steeds dichter bij elkaar naar elkaar toe zijn gegroeid en dat de verschillen in behandeling ook steeds minder groot zijn geworden en dat we het steeds vaker al vanaf het begin
elkaar. Omdat we van elkaar hebben geleerd. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus het wordt steeds beter en het wordt ook steeds veiliger voor absoluut. Alle patiënten. Ja, nee? Maar het blijft belangrijk. Je kunt er gerust op zijn. Ja, en het blijft belangrijk om echt iedereen te bespreken. Dus niemand wordt daarin overgeslagen. Ja. Uitstekend. Heel klein vraagje, Paul. Kort antwoord. Iemand vroeg op de chat, wat betekent, ik moet het even kijken, heldercellig. Je had het over heldercellige tumoren. Heldercellig, dat is wat het woord wat de patoloog gebruikt. Dus als de patoloog die met de microscoop naar het weefsel kijkt, als die de tumor moet indelen in een groep, dan herkent hij dat type tumor op grond van de grote cellen die een helder cytoplasma hebben. Cytoplasma is het deel van de cel wat om de kern heen zit. Dat is al een woord wat heel lang bestaat en wat nog steeds gebruikt wordt om dit type tumor aan te duiden. Het is de meest voorkomende type niertumor. Ongeveer 3/4 van de niertumoren is dit type. Maar er zijn ook andere types. En dat kwart wat nog over is, is dus verdeeld in een aantal andere subgroepen. En het is wel belangrijk om je te realiseren dat heel veel kennis die we hebben over behandeling van uitgezaaide ziekte is gebaseerd op bestudering van het heldercellige type. En van die andere subtypes, die dus bij 1/4 van de patiënten spelen, daar weten we eigenlijk weinig van. En dat merk ik ook in de praktijk, dat ik vaak vragen krijg van mensen met nierkanker van kan dit ook voor mij of kom ik hiervoor in aanmerking? Maar dat als dat histologisch type, als dat anders is, dan kan dat niet. En dan zijn er ook andere regels voor welke medicijnen je kunt geven. Oké, helder. Over het heldercellig carcinoom. Hartelijk dank. We gaan graag door met de volgende spreker en voordracht. Astrid, het is aan jou de eer om achter de microfoon plaats te nemen. Ondertussen, Thijs, kan ik je vertellen dat je nog de complimenten krijgt van de mensen uit het publiek. Ze vinden het heel dapper dat je hier je persoonlijke verhaal komt doen. En ik denk dat we daar allemaal zo over staan. Maar ik denk ook dat het een hele steun is voor veel mensen om te horen hoe dat nou allemaal verlopen is. Dus dat is fijn. Veel waardering daarvoor. Astrid. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik zal vanmiddag iets vertellen over de behandeling van het niercelcarcinoom met medicatie. En de afgelopen jaren zijn er vele medicijnen beschikbaar gekomen. Tot 2006 waren er nauwelijks behandelingen. En omdat er veel nieuwe medicijnen beschikbaar zijn gekomen, zijn er ook veel vergaderingen over, om het maar zo te zeggen, en adviesraden. En dat zijn dan ook gelijk mijn disclosures die ik hier vermeld. Omdat er van de verschillende firma's nieuwe medicijnen beschikbaar zijn gekomen. Ik zal het in deze presentatie bespreken wanneer we behandeling met medicijnen geven. Welke medicijnen er zijn voor de behandeling van nierkanker. Wat de bijwerkingen zijn, heel kort. En in welke ziekenhuizen we deze behandelingen geven. Behandeling met medicijnen wordt in het algemeen gegeven voor uitgezaaide nierkanker. Wanneer een tumor in een nier ontstaat, nierkanker, kan in ongeveer 30% van de patiënten kunnen er uitzaaiingen ontstaan. En die uitzaaiingen kunnen naar verschillende organen gaan. Die uitzaaiingen kunnen al ontstaan zijn bij de eerste presentatie van de nierkanker. Dus als een patiënt voor het eerst bij de dokter komt met nierkanker. Maar kan ook later, na de operatie van de niertumor, ontstaan. Dat kunnen uitzaaiingen zijn in verschillende organen. En vaak gaat nierkanker, als het uitzaait, naar de longen. Wanneer er sprake is van uitgezaaide nierkanker, dan is deze ziekte niet meer te genezen. En tot 2006 waren er nauwelijks behandelingen voor uitgezaaide nierkanker beschikbaar. Maar na 2006 zijn er verschillende middelen beschikbaar gekomen en dat zijn er steeds meer. Wanneer geven we dan medicatie voor uitgezaaide nierkanker? Het is goed te realiseren dat het beloop van uitgezaaide nierkanker heel wisselend is. De ene uitgezaaide nierkanker groeit wat sneller. Maar er zijn ook vormen van uitgezaaide nierkanker die heel traag groeien of juist helemaal niet groeien en een hele tijd stilstaan. En in die situatie, wanneer de ziekte nauwelijks groeit of stilstaat, dan doen we elke 3 maanden een scan of elke 4 maanden. En zolang de ziekte niet groeit of een beetje groeit, doen we niks. We komen pas in actie vaak als patiënten klachten krijgen. Of wanneer er sprake is van toenemende groei. En zodra dat het geval is, gaan we starten met medicatie.
actie. Nou, als er sprake is van uitgezaaide nierkanker, zijn op dit moment verschillende middelen beschikbaar. En deze middelen zijn eigenlijk in te delen in verschillende groepen. Allereerst is het belangrijk te vermelden dat chemotherapie bij nierkanker weinig effect heeft. Daarom geven we voor uitgezaaide nierkanker in het algemeen geen chemotherapie. Wat wel effectief is, zijn remmers van vaatgroei, immuuntherapie. En wat ook steeds meer gedaan wordt, is het combineren van immuuntherapie of het combineren van immuuntherapie met vaatgroeiremmers. Vaatgroeiremmers heten met een moeilijk woord angiogenese remmers. En deze middelen kwamen vanaf 2006 in toenemende mate beschikbaar in Nederland. Nierkanker is bekend vanwege de vaatgroei. Niertumoren maken van zichzelf veel vaten. En dat zorgt ervoor dat de tumor makkelijker kan groeien en ook voorzien wordt van zuurstof en voedingsstoffen. Om te groeien maakt nierkanker van zichzelf groeifactoren. Een van die groeifactoren is VEGF. En nierkanker doet dat veel meer dan de meeste andere vormen van kanker. En omdat dit zo'n belangrijke factor is voor de groei van nierkanker, zijn er medicijnen ontwikkeld die aangrijpen op die groeifactor. Wanneer zo'n tumor doorgroeit, hè, dankzij die groeifactoren, wordt de tumor steeds groter en kan die tumor verder groeien dankzij die bloedvaten. Niertumoren kunnen dan ook hele grote tumoren worden waar patiënten weinig last van hebben, maar die groeien ongeremd eigenlijk door dankzij al die bloedvaten. Als die tumor verder groeit, dan kunnen uiteindelijk ook tumorcellen via die bloedvaten naar andere organen in het lichaam gaan. En daarom is het belangrijk om met medicijnen te behandelen. Omdat medicijnen, zowel in tabletvorm dan wel via het infuus, uiteindelijk via de bloedvaten ook in alle organen kunnen komen. En daarom is het belangrijk om dan ook echt via systemische therapie, zoals we dat noemen, eventuele uitzaaiingen of uitzaaiingen te behandelen. Vaatgroeiremmers wordt gegeven in vorm van antistoffen. Die worden gegeven via het infuus. Maar wat veel vaker wordt gegeven tegenwoordig zijn kleine moleculen. En dat zijn medicijnen die worden gegeven in tabletvorm. Er zijn verschillende vormen van vaatgroeiremmers. En die worden gegeven in tabletvorm. De meeste vaatgroeiremmers worden elke dag ingenomen. Sommige vaatgroeiremmers hebben een pauzeweek. En wanneer die vaatgroeiremmers gegeven worden, dan wordt de vaatgroei in de tumor gestopt en kunnen tumoren uiteindelijk kleiner worden. En deze behandelingen, waarvan er dus verschillende zijn, worden al meer dan 10 jaar gegeven. En intussen zijn er ook andere medicijnen bijgekomen. Als we kijken naar die vaatgroeiremmers, die zorgen er dus voor dat die tumoren kleiner kunnen worden. Hier ziet u een voorbeeld van een CT-scan van een patiënt met nierkanker met uitzaaiing in de longen. De gele lijn geeft aan waar de longen liggen. Dit is een dwarsdoorsnede. De onderzijde is het bed waarop de patiënt ligt. En die gele lijnen aan beide zijden geven het gebied aan waarin de longen zich bevinden. Zwart is lucht op de CT-scan en dat is dus de luchthoudende deel van de longen. Dit is het hart. Het hart ligt tussen de longen in. En in die longen zitten witte afwijkingen. Niet alle witte afwijkingen zijn echt afwijkingen, maar die bolletjes, dat zijn uitzaaiingen. En de groene pijltjes geven aan waar de uitzaaiingen zich in de longen bevinden. En deze patiënt heeft ook een uitzaaiing onder de huid. Deze patiënt werd behandeld met sunitinib. Dat is een vaatgroeiremmer. En na 3 maanden waren de uitzaaiingen in de longen duidelijk afgenomen, zoals u kan zien aan de rechterkant. Sinds enkele jaren hebben we ook immuuntherapie. En immuuntherapie wordt vaak gegeven via een infuus. Nou, immuuntherapie werkt heel anders. Immuuntherapie heeft echt een doorbraak gehad rond 2013. En die doorbraak is met name geweest bij de behandeling van melanoom, uitgezaaide huidkanker. En langzaam is de immuuntherapie, wordt dat steeds meer gegeven, ook aan andere vormen van kanker, waaronder nierkanker. Nou, als iemand een infectie heeft, dan wordt die infectie normaal opgeruimd door de immuuncel, het immuunsysteem. Het immuunsysteem herkent die infectie en ruimt die infectie als het goed is op. Bij tumoren zou dat ook zo moeten zijn. Tumoren kunnen ook door het immuunsysteem opgeruimd worden. Maar tumoren zijn slim en zorgen eigenlijk dat het immuunsysteem de tumor niet herkent.
waardoor het immuunsysteem eigenlijk de tumor niet aanvalt. Met de nieuwe medicijnen die nu beschikbaar zijn, vaak zijn dat PD-1-remmers, die worden gegeven via het infuus, kunnen die medicijnen ervoor zorgen dat het immuunsysteem, het afweersysteem, de tumor weer gaat herkennen en dus gaat aanvallen en daarmee de ziekte opruimt. Dit is een voorbeeld ook van een patiënt met nierkanker. De groene pijl geeft de tumor in de nier aan voor start van behandeling. En deze patiënt werd behandeld met immuuntherapie ook. En na de immuuntherapie is de tumor duidelijk afgenomen. Maar wat ook opvalt is dat de tumor zwarter is geworden. En deze tumor is verwijderd. En bij de operatie werd uiteindelijk gezien dat er geen tumor meer in zat. Maar dat het allemaal dood tumorweefsel was. Dus hier was de immuuntherapie heel effectief. En is de tumor duidelijk opgeruimd. Immuuntherapie heeft bijwerkingen. En het is goed te vermelden dat de immuuntherapie echt een doorbraak is geweest wereldwijd. Dusdanig dat het in 2018 heeft geleid tot het uitreiken van de Nobelprijs aan de twee wetenschappers die bij hebben gedragen aan het ontwikkelen van de immuuntherapie. Maar de immuuntherapie heeft ook een keerzijde. En dat zijn de bijwerkingen. Nou, immuuntherapie kan veel vormen van bijwerkingen veroorzaken. Zowel qua ernst als qua soort bijwerking. Hier ziet u een overzicht van het menselijk lichaam. En eigenlijk elk deel van het menselijk lichaam kan wel bijwerkingen krijgen ten gevolge van de immuuntherapie. Patiënten krijgen niet al die bijwerkingen, maar krijgen vaak 1, 2 of zelfs 3 bijwerkingen. Of soms geen. Ik zal al deze bijwerkingen niet gaan bespreken. Maar het is belangrijk te realiseren dat het immuunsysteem eigenlijk het eigen weefsel aanvalt als er bijwerkingen ontstaan. Zo kan het immuunsysteem in plaats van de tumor ook de huid aan gaan vallen of de schildklier. En dat zorgt voor bijwerkingen in die organen. De bijwerkingen worden behandeld door het immuunsysteem weer af te remmen. En dat doen we met prednison. Eigenlijk is het immuunsysteem dan een soort van te actief geworden, waardoor er te veel gezond weefsel wordt aangevallen. En dat remmen we dan weer af met prednison. De grote vraag is natuurlijk, welke behandeling geven we aan een individuele patiënt? En dat is niet zo makkelijk, omdat we wat te kiezen hebben. We hebben de vaatgroeiremmers, we hebben de immuuntherapie en we hebben de combinatie. En we kunnen dus bij elke patiënt kiezen uit deze mogelijkheden. Er zijn een aantal factoren die bepalen welke medicatie we kunnen geven. Belangrijk is het type nierkanker, dat werd net al genoemd. Heldercellige nierkanker is het meest voorkomende vorm van nierkanker, zoals dat gezien wordt onder de microscoop. En de meeste studies met nieuwe medicatie zijn ook gedaan bij heldercellig nierkanker. Dat betekent dat voor de andere vormen van nierkanker het lastiger is om een keuze te maken en we ook beperkter zijn in de keuze. Daarnaast wordt de keuze van de behandeling bepaald door eerdere behandeling voor nierkanker. Dus medicijnen die eerder gegeven zijn voor de nierkanker bepalen welke andere medicijnen we nog kunnen geven. Ook de aanwezigheid van uitzaaiing ten tijde van de eerste diagnose, dus toen de tumor in de nier werd gevonden, bepalen in hoeverre bepaalde medicijnen mogelijk zijn om te geven. De conditie van de patiënt is belangrijk, omdat de ene therapie toch ook andere bijwerkingen geeft. Bloedwaarden zijn bepalend voor de keus. Onder andere rode en witte bloedcellen worden bekeken om te kijken wat een goede keus zou kunnen zijn voor de verdere behandeling. Klachten en uitgebreidheid van de uitzaaiingen spelen mee. Andere ziekten die een patiënt heeft en andere medicatie. En tenslotte natuurlijk de wens van de patiënt. Patiënten hebben ook soms een duidelijke voorkeur in welke behandeling zij wensen. Bij het kiezen van de behandeling speelt mee het effect op de tumor wat we verwachten en de eventuele bijwerkingen. En daarbij kan het meespelen dat patiënt bijvoorbeeld een andere ziekte heeft, waarbij de kans op bepaalde bijwerkingen veel groter is. En zo proberen we voor elke patiënt een individuele afweging te maken. En soms kunnen de bijwerkingen zwaarder wegen dan het effect op de tumor. En zoals we ook net besproken hebben, is er ook een grijs gebied waarin we toch per patiënt een andere keuze maken wat de beste behandeling is. Dan immuuntherapie rondom de operatie, werd net al even genoemd. Dat is nog geen standaard behandeling. Maar wanneer we een patiënt behandelen met immuuntherapie
En de patiënt heeft een niertumor die goed afneemt tijdens de immuuntherapie, dan is het zeker te overwegen om de tumor alsnog te verwijderen door middel van operatie, zoals eerder al besproken is. Dan werd nog besproken immuuntherapie na de operatie. Dat betekent dus als een patiënt geen uitzaaiingen heeft na de operatie en alle ziekte is verwijderd door de tumor in de nier te verwijderen, zouden we kunnen overwegen om aanvullend immuuntherapie te geven. Dat is een aanvullende behandeling en dat heet adjuvant. Dus een behandeling na de operatie wanneer er geen aanwijzing meer zijn dat de ziekte aanwezig is op de scans. En het doel van zo'n aanvullende behandeling is om de terugkeer van de ziekte te verminderen. Dit wordt al volop gedaan bij melanoom. Maar voor nierkanker is dat nog geen standaard behandeling en kunnen we aanvullende of adjuvante therapie alleen maar in studieverband geven. En dat doen we ook in het Erasmus MC. Patiënten kunnen voor deze studie ook naar het Erasmus MC verwezen worden. Waar wordt de behandeling met medicatie op dit moment gegeven? De behandeling met vaatgroeiremmers is eigenlijk in bijna alle ziekenhuizen in Nederland mogelijk. De behandeling met immuuntherapie is afhankelijk van vaak de afspraken die ziekenhuizen hebben met de zorgverzekeraars. En de combinatie immuuntherapie wordt op dit moment in deze regio gegeven in het Erasmus MC, het Franciscus Gasthuis Vlietland en het Amphia ziekenhuis. En we staan ook in nauw contact met deze ziekenhuizen tijdens de regionale multidisciplinaire MD-overleggen om patiënten te bespreken en te kijken of patiënten in aanmerking komen voor bijvoorbeeld de combinatietherapie waarvoor zij verwezen worden naar een van deze drie ziekenhuizen. Samengevattend zijn vaatgroeiremmers en immuuntherapie de belangrijkste behandelingen voor nierkanker op dit moment, met name voor uitgezaaide nierkanker. De combinatietherapie wordt ook gegeven en er komen steeds meer combinaties aan. Op dit moment hebben we de combinatie van twee soorten immuuntherapie, ook een combinatie met een vaatgroeiremmer en immuuntherapie, maar er komen ook nog meer combinaties aan van vaatgroeiremmers met immuuntherapie. En ook zijn er op dit moment nieuwe behandelingen mogelijk in studieverband. En die behandelingen werken vaak op een andere manier dan de vaatgroeiremmers en de immuuntherapie. En die worden nu volop onderzocht. En ook daar zijn momenteel studies voor in de verschillende ziekenhuizen in deze regio. Dan nog een laatste dia over vaccineren. Omdat veel patiënten ook vragen hebben over vaccineren, wil ik toch van deze gelegenheid gebruik maken om ook iets te zeggen over vaccineren. Vaccineren kan, voor zover we weten, veilig tijdens de behandeling met vaatgroeiremmers en immuuntherapie. En patiënten met een vorm van kanker zullen ook door de huisartsen binnenkort uitgenodigd worden voor een vaccinatie, mocht u nog niet uitgenodigd zijn, omdat patiënten daar ook over bellen wanneer zij een vaccin kunnen krijgen. In de ziekenhuizen worden op dit moment voor patiënten met kanker geen vaccins verstrekt. Die zijn niet beschikbaar. Maar de huisartsen zullen patiënten uitgenodigen via een brief. Hartelijk dank voor uw aandacht. Dankjewel, Astrid. De vragen stromen binnen, mag ik wel zeggen. Oh. Dus dat is goed. Er zijn een paar vragen die zijn zo specifiek. Van Jan bijvoorbeeld gaat heel erg over zijn behandeling. En die vragen die adresseren we graag zeg maar in directe relatie met de patiënten die zulke details stellen. Dus daar komen we na die tijd op terug. Dus Jan, dat komt. Maar het komt over de mail of misschien op een andere manier zoals je zelf aangeeft. Er zijn wel ook veel algemenere vragen. En dat haakt ook een beetje aan op wat Paul ook al zei. Al die moderne en nieuwe medicijnen, die moeten wel aanwezig zijn. Hebben we nou in Nederland alles wat er is? Of zijn er toch beperkingen waarvoor mensen toch een heil in het buitenland moeten zoeken? Hele specifieke vraag vanuit de chat. We hebben in Nederland toegang tot veel middelen, niet tot alles wat er is. Er is een speciale procedure voor. Wanneer in een grote klinische studie wordt aangetoond dat een nieuw medicijn werkzaam is, dan wordt dat gepubliceerd in een internationaal toonaangevend blad vaak. En daarna komen er goedkeuringen door de verschillende instanties, net zoals dat met de vaccins gaat. Dat moet door de FDA goedgekeurd worden, dat moet door de EMA goedgekeurd worden. En in Nederland hebben we ook de commissie BOM. En de zorgverzekeraars moeten het ook vergoeden. En dat duurt een tijd voordat een middel in Nederland dan beschikbaar is. Over het algemeen hebben we alle medicijnen, maar ja, de nieuwste hebben we niet gelijk morgen op de plank liggen. Dat heeft dit een procedure aan vast. Zou er een aarzeling zijn bij jou of bij de andere behandelaars hier om te zeggen van nou, ik stuur u
toch door naar het buitenland, want ik heb het niet in Nederland, omdat wij in onze overlegstructuur dat nog niet op de plank hebben liggen. Nou, we hebben eigenlijk voor de verschillende stappen in de behandeling van nierkanker hebben we de belangrijke medicijnen op de plank liggen en kunnen we patiënten goed behandelen. En ik zie eigenlijk geen reden om patiënten naar het buitenland te verwijzen. Het is een hele geruststelling natuurlijk voor iedereen die aan de lijn zit. Was er nog een vraag? Want ja, jullie hebben laten zien in de regio Rotterdam en eigenlijk ook in de regio Zuid-Holland-Brabant wordt heel intensief met elkaar samengewerkt. Zeeland hoort er ook bij natuurlijk. Maar de mensen die van buiten die regio komen, hebben die ook toegang tot zo'n hoogkwalitatief netwerk zoals er hier voor de nierkanker is? Ja, patiënten kunnen zich van buiten de regio altijd laten verwijzen naar ziekenhuizen in deze regio. Dat is mogelijk, ja. Ja, ja, oké. Okay. Nou, dat is heel prima natuurlijk. Er is nog een specifieke vraag over de duur van de immuuntherapie. Misschien als je die over de mail kunt beantwoorden, is het ook goed. Maar misschien kun je er hier ook iets over zeggen. Is dat 6 maanden, is dat 12 maanden? Hoe lang duurt dat? Dat is een hele goede vraag. In het algemeen kan er een hele algemene opmerking eerst over maken. De immuuntherapie wordt in het algemeen voor de verschillende vormen van kanker vrij lang gegeven. Hangt ook wel af van of het aanvullend is, dan wel in een situatie dat het uitgezaaide ziekte is. In Nederland geven voor uitgezaaide ziekte hebben we afgesproken dat we maximaal 2 jaar geven. Dat is gebaseerd op de studies. Maar er staat erg ter discussie of die 2 jaar echt nodig is of dat het korter kan. Voor bijvoorbeeld uitgezaaid melanoom hebben we sterke aanwijzingen dat die behandeling helemaal geen 2 jaar hoeft te duren en dat het veel korter kan. Dat wordt nu ook uitgezocht in studieverband. Voor nierkanker wordt dat nog niet uitgezocht, maar het is denkbaar dat dat daar ook speelt. Ja, ja. Maar dat is iets voor discussie echt. En dan echt de open deur, hè, de COVID. Ja, heel goed dat je dat adresseerde even nog aan het eind. Heb jij daar nou last van gehad, Thijs? Want jij zat er vorig jaar eigenlijk een beetje aan het begin. Hè? Heeft dat vertraging opgelopen bij jou? Dus gelukkig waren er voor mij toen geen restricties en waren er gewoon IC-bedden beschikbaar en zo. Ja. Dus op dit moment weet ik niet hoe dat is, dat weten jullie natuurlijk veel beter. Nee, zou ik zo wel even horen. Maar kon jij toen ook snel terecht voor je second opinion? Ja, dat ging echt, dat was binnen een aantal weken was dat geregeld. Is dat nog steeds zo, Paul? Kunnen mensen snel terecht? Ja, de politieke toegang is geen probleem. Het is wel zo dat ziekenhuizen in de regio vol liggen, het Erasmus MC ook, met opschaling van een aantal IC-bedden. En dat het nu dat de uitgifte van elkaar uren per week wordt bekeken. En dat we dus inderdaad ook geen goede voorspelling kunnen doen hoe dat in de komende weken loopt. Ja. Marit, merken jullie, ook ja, Maastad is voortdurend zeg maar, op de tv, ja. Hè, over de code zwart mogelijkerwijs. Ja, helaas is die COVID toch weer aan het oplaaien. En die zorgt ervoor dat er beperkte OK-capaciteit is, omdat er ruimte is, nodig is voor de IC. Personeel is nodig en moet op de IC worden ingezet, dus dat merken we absoluut. We proberen wel en doen heel erg ons best om mensen die een kwaadaardigheid hebben, om die voorrang te geven en zo min mogelijk wachttijd te geven. Want dat is natuurlijk een zeer onzekere situatie en geeft enorm veel stress en onzekerheid bij mensen. Dus, en los daarvan willen we ook sowieso de wachttijd niet te lang laten oplopen, omdat het gewoon beter is voor je gezondheid om daar niet te lang mee te wachten. Dus daar doen we ons uiterste best voor en dat gaat redelijk. Wat een ander aspect is wat je wel ziet, is dat ook bijvoorbeeld omdat mensen minder snel naar de huisarts gaan, dat je ook, we hebben een periode gehad, bijvoorbeeld in de zomer, dat er überhaupt veel minder mensen zich aanmelden met nierkanker, omdat er gewoon minder echo's worden gedaan. Vaak komen mensen bij mij in ieder geval in de spreekkamer omdat ze ooit een keer wat buikklachten hebben gehad. Dan wordt er een echo gemaakt en wordt er per toeval een niertumor gevonden. Dus dat is anders dan wat bij u het geval was. U had echt klachten gericht en die veroorzaakt werden door de niertumor. Maar een heel groot gedeelte van de niertumoren komt aan het licht gewoon per toeval. Nou, die toevalsbevindingen, daar hebben we een enorme dip van gezien in de zomer. En nu heb ik zelf de indruk dat er juist weer een toename is van de instroom van patiënten die dan een half jaar later toch, wat voor reden dan ook, erachter komen dat ze zoiets hebben en behandeld moeten worden.
Maar voor het eerste onderzoek, zeg maar, de mensen die met een angstig verschijnsel zitten, ja, die kunnen snel terecht. Absoluut, ja. En daar is ook alles op gericht, zeker in de ziekenhuizen waar we nu die samenwerking mee hebben gestart, om de doorstroom van diagnostiek, behandeling en zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ja. Mooi, goed. We gaan er een einde aan breien. En ik kijk eventjes naar al onze luisteraars en kijkers. We hebben een heel interessant gesprek gehad met elkaar. En ik hoop dat u er wat aan heeft gehad. En als u nog geen antwoord hebt gekregen op uw vraag, dan krijgt u dat van ons. Want we hebben uiteraard al uw chatberichten bewaard voor zolang als dat nodig is om u te kunnen beantwoorden. En dan krijgt u dus antwoord van de desbetreffende specialisten. Er komen nog steeds hele specifieke vragen binnen over ziektebeelden en eigen ziekteervaringen. Dus daar proberen we u zo snel mogelijk een antwoord op te geven. U kunt ook deze webinar terugkijken. U krijgt daarvoor een slot om de opnames te kunnen zien. En waarschijnlijk zullen dankzij de steun van onze sponsoren ook de mogelijkheid zijn om dit te kunnen aanbieden als een soort YouTube-achtige instructie. Die dus beschikbaar is voor mensen die daarnaar zoeken of voor de patiënten die het Erasmus MC of het Maastad of een van de andere partners bezoeken. We danken u heel erg hartelijk voor uw deelname. Het was erg prettig ook om uw vragen te krijgen. Deze serie van webinars rondom urologische tumoren wordt de rest van het jaar doorgezet met een aflevering over prostaatkanker, over blaaskanker en over vruchtbaarheid bij kanker en testiscarcinoom. En we hopen misschien u niet allemaal, maar toch in grote getale de mensen weer terug te zien om te kunnen vertellen over hoeveel expertise er in dit land is en wat er allemaal voor u en u persoonlijk gedaan kan worden. Hartelijk dank en tot de volgende keer.